En welkom terug, yo, what up gasten. Het is tijd voor een nieuwe walkthrough. Walkthrough, het is wat je walkthrough noemt. Vandaag spelen we nog steeds Minecraft. Ik ga gewoon direct beginnen. Wat ik wou doen is... Oké, ik moet springen. Ik ga mezelf gewoon naar boven slaan. Want ik zal het even uitleggen. Gisteren was Anouk hier. Anouk vroeg hoe het ging met Banjartown, Minecraft. Nou, ik had uitleggen. En ik zei, wacht, ik laat je het huis wel zien. Dus vervolgens liepen wij. Want als wij liep ik die kant. Oh, never mind. Ik zie het. Oh, die kant op, sorry, die kant. En ik viel in een heel groot gat. Nu ben ik dus. Oh. Chill. Chill, dat is beter. Nu ben ik dus in ieder geval heel lang bezig geweest met mezelf terugkrijgen op deze plek waar ik nu ben. En het is me gelukt. Huh, thank God. Ik ben uit de grot. Ik had dat echt niet gedacht trouwens. Ik ben echt. Ja, overuren heb ik gemaakt om mezelf uit die kutgrot te krijgen. Maar ik kwam erachter dat... Nee, niet het water in. Maar ik kwam erachter dat... ja, de manier waarop ik het nu ook heb gedaan... Dat dat wellicht de beste manier is. En ik zie daar direct mijn huis. What the fuck? Ben ik zo dicht bij mijn huis geweest dan? Grot. Huis. Ja, eigenlijk wel. Ja, daar doe je niks aan. Leuk. Leuk. In één keer voor je huis. Super chill. Dat was een kort avontuurtje dan. Haha. 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 Ja, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben eigenlijk. Ik heb gisteren ook in de reacties gelezen dat Diamond een van de beste dingen is in Minecraft. Dus daar ben ik blij mee. Oh. Wat is er? Wat is er, koetje? Is er paniek? Is er paniek? Waar is paniek? Is er daar paniek? Oké, laten we even kijken wat we gaan doen. Nou, even kijken. Oh ja, die borden. Ik was bijna die borden vergeten. Ja, die borden moet ik echt een keer aanpassen. Ik heb geen idee wat ik doe. Laten we allereerst direct. Hoi Alfred, waar is Alfred? Alfred, dat is mijn huissteen. Ik heb geen idee wat ik doe. Laten we allereerst. Ja. Ik hoorde dat wat ik heb ook geen trap is. En dat je een trap moet maken. Dan denk ik dat dit de trap is. Nee. Dit de trap is. Nee, dan moet deze ook vol. Wat? Ze hebben gelijk. Vet. Je kan ook echt de trap maken. Oké, het is wel een beetje een hele lelijke trap, maar ja. Maakt niet uit. Laten we nou niet ondankbaar worden, Bardo. We hebben een trap. Het is een stenen trap. En mijn hele huis is van zand. Leuk. Zo, alles weg, weg. Maar Bardo, je moet niet ondankbaar worden. Kom op, jongen. Hoezo staat hij dan zo? Chill, dus nu hoef ik... Wacht even, nu hoef ik ook niet meer te springen als ik de trap op ga. Dat zou chill zijn. Ik haat springen als ik de trap op moet. Stel je glijdt uit, dan ben je dood. Ha, dan staat je deur nog open en dan komt de creeper juist binnen. Laten we eerst even dan die trap overal neerpleuren. Oké, ja. Zijn er ook gevaren aan een huis gebonden eigenlijk? Dat weet ik ook niet. Is het zo dat ik beter een huis van steen, wat dat logisch lijkt hè, dan een huis van zand kan hebben? Of is dat niet zo? Oeh, de deur stond open. En nog een vraag eigenlijk, want die creepers... Ik heb mijn deur de ongeluk uitgeslagen. die creepers, komen die zeg maar af op mij of op alles? Is dat gewoon echt een fuck you ras of niet? Want dan heb ik een probleem. Als ik mijn deur open laat. Maar anders heb ik helemaal geen probleem. Hoef ik me ook geen zorgen. Yeah! Ik hoef helemaal niet meer... Oh ja, hier is het ook een trap.
Maar dat is nog een springtrap. Het is nacht. Even snel het bed in. Oh, het is niet nacht. Oké. Ik heb nooit iets gezegd. Laten we de deur even terugzetten. Oké, jongens, de deur. Hè? Ik weet dat ik wol heb aangeklikt, mogelijk. Maar ik wil de deur. Oké, de deur staat nu een meter voor. God damn it. Kom op, deur. Kom op. Of ik pak mijn hamer. Goed zo, brave deur. Kom op. Terug op je plek. Ah, god damn it. Waar sta je nu weer? Ik ga nu hier staan. Weet je wat, fuck it, het is goed. Ga jij maar lekker daar staan, dan breid ik gewoon het huis wat uit. Yay! Groter huis, meer waarde. Dan even weer die torch terug op zijn plek. Nou, kijk eens aan, iedereen blij. Oh ja, leuk, weer een foutje. Kijk, ik ben wel goed in Minecraft, of niet? Hè? Nee, ik weet niet wat ik doe. Maar dan nu kijken voor de diamond dingen, want ik hoorde dus dat die dingen heel goed zijn. Hoi Alfred, hier heb je een vriendje erbij. Hup. Oh, die hoek, je ziet. Ja, oké. Okay. Wat is dit? Nou, er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Leuk. Dat stelt teleur. Maar wat? Ik heb ook geen hout. Heb ik geen hout hier? Hout. Ja, die heb ik wel. Mooi, dan nemen we de hout mee. Oké, eens even kijken. Sticks hebben we dan nodig. Oeh, een diamond shovel. Shovel het af mijn asje. Oké, dat is chill. Wat als ik die hierbij doe en die daar? Diamond sword. Oeh, ik weet niet. Ik weet echt niet. Ik heb het gevoel alsof dit een hele moeilijke keuze is. Die eigenlijk ook niet nog overhaasten. Maar dat doen we wel. Want ik wil gewoon iets van diamond nu. Als het echt zo goed is als dat gezegd wordt. Kies ik niet voor het zwaard. Nee, toch niet. Nee. Ah. Heb ik nu het zwaard. Kutzooi. Ja, boeie ook. Ik heb een diamond sword. Daar heeft Tobuscus toen ooit een keer een liedje over gemaakt. Do you like my sword, sword? Do you have my diamond sword, sword? You cannot afford, fort. Oké, laten we ook nog even... nog een extra chest maken, zie ik. Dit lijkt ook nergens op. Hoepa. Hier liggen alle grondstof, hè? Ja, nou, dat hebben we. Oi, iron. Nice. Iron kan ik ook nog wat mee. Iron. Ja, ik kan voor de rest eigenlijk niet zoveel vertellen nu, want ik ben alleen maar bezig met al deze saaie dingen in orde maken. Zodat alles wat beter gaat. Oeh, ik heb 63 kool. 63 kool. Oh, kut. Ah, ik kan ook alle trappen gaan vervangen. 35 steen. Wanneer heb ik steen gemaakt? Het zal wel een paar video's terug zijn. Wat moet ik met steen? Is dat handig? Kan ik daar iets mee? Een pressure plate. Is dat eindelijk vloerbedekking?
Ja en nee, het is niet voor de hele vloer, maar toch. Oké, laten we even kijken. Ah, jezus man. Stone slab, gaan we bekijken. Er gebeurt helemaal niks. Wat nou als ik mijn laatste diamond ertussen leg? Die weg doen. Nee, er gebeurt er niks. Oké, laat ik vooral even verder gaan met bijvoorbeeld mijn coal hierin gooien en mijn iron. Ja, mijn iron. En mijn coal. Dan gaat die lekker verder. Dan zet ik mijn chest erbij. Ja. Hey, cool. Ziet er mooi uit. Jij gaat weg, sorry Alfred, maar deze hier moet even weg. Die staat irritant. Duurt lang en ik heb hem. Voor de rest is dat eigenlijk alles. Ik heb niks meer te doen. Even kijken hoe het hier buiten is. Lalalala. Ik begin het wel mooi te vinden nu. Hè? Het huis begint goede vorm te krijgen. En ik heb een diamond sword. Laten we even kijken naar de kracht van dit beestje. Nou, in ieder geval op zand slijden behoorlijk snel mee. Dat is mooi. Oké, ik weet niet, ik heb zo'n gevoel dat het niet slim is om expres nu een gevecht aan te gaan. Tenzij er hier iets is. Ja, daar is hij wel iets. Het is een koe! Hoi koe! What you doing? Ik sluit jou op en ik hou jou bij mij. Je gaat trekken bij het huis. Dan heb ik een huiskoe. En de koe die roept. Ja, nee, jammer. Ik had gehoopt dat jullie nu met z'n allen boe gingen roepen. Maar dat kan natuurlijk niet, want ik hoor jullie niet. Oh, wat een kutleven. Hoort er allemaal bij, denken we er maar. Oh, ik heb natuurlijk steen. Hey, ik weet niet of het steen is, maar gaan we nu gewoon gebruiken. Een huis van steen. Oh, kut. En dan kan ik die koe ook uit het water halen, zeg maar. Dat zou ik cool vinden. Kijk, als ik hem echt zo aan het huis. Zo, nu zou het water weg moeten zijn, toch? Maar dat is het water niet. Nou, haiku. Haiku, dat klinkt meer als in een of andere Chinese naam. Oh, please, ga mee. Ga mee. Ik breng je alleen naar mijn huis. Dan ben je veilig. Voor de creeper. Ik weet wat een creeper is, koe. En geloof mij. Nee, 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 nee. Koe, koe. Jongeman. Jongeman, hou op. Goed zo, goed zo. En waag het eens. Nee, 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 nee. Jongeman, jongeman, jongeman. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Oh, kom op, ga mijn huis in. Alsjeblieft, ga mijn huis in. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Daardoor lijkt deze vlog veel cooler. Het is geen vlog, het is een video gameplay ding. Maar dat maakt niet uit. Ga alsjeblieft nu mijn huis in. Daar. Oké, wacht even. Kut, ik heb niks. Ik heb niks om je tegen te houden. Nee, 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 nee. Kom op. Kom die kant op. Die kant op. Ik zal je niet slaan, ik zweer het je. Ik zal je niet slaan. Als je gaat maar... Ah, wat een vermoeienis. Ja, 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 ja. Ja, die kant. Nee, 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 nee.
Ik zet hier een trap neer. Ha! Ja, ja. Bijna. Nee! Bingo! Bingo, bingo, bingo. Jongens, we hebben de huiskoe. We hebben de huiskoe. Dit is een geweldige einde. Hiermee. Tja. Waar ga je heen, koe? Heb ik de deur boven wel dicht? Oh god. Kan die ook weg? Oh, was je bijna weggegaan. Jij gaat mee naar koe. Ik weet niet waar je bent nu. Dat is daar ruimte voor de koe. Nou, bedankt voor het kijken. En gasten, morgen maken we de ruimte voor de koe. In orde. Ik weet nog niet zijn naam. Laat de naam weten in de reactie beneden. En ik check jullie later. Oh.